Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en ik ga jullie weer laten zien hoeveel boodschappen ik deze week heb gehaald. Het was een boelie. Het is de week voor de zomervakantie en dat betekent dat er 5 avonden zijn dat we met 2 kinderen en 2 volwassenen eten. En 2 avonden dat we met 2 volwassenen alleen zijn. En dat zijn de 2 avonden dat ik avonddienst heb, dus dan eten we niet echt heel veel. Geef je een beetje achtergrondinformatie in hoeveel avondeten ik nodig had. Voor de rest moest ik gewoon een heleboel dingen aanvullen. Pak wel eens nieuw. Kleine markering bij deze video is dat ik hem op dinsdag film in plaats van op maandag. Er waren weer eens een heleboel tijdsblokken bezet. En ik was pas donderdagochtend weer van helderheid van geest om een volgend tijdsblok te reserveren. En het was weer maar dinsdagochtend en niet meer maandag. Dus we hebben gisteren fajitas gegeten. Ik had nog kip in de vriezer liggen, ik had nog paprika's liggen, ik had nog komkommer, een beetje ijsbergsla. En ik dacht, ik kan nog fajita kruiden. Dus dat hebben we gedaan. Maar ik zal nu laten zien wat we de komende paar dagen gaan eten en wat we allemaal hebben besteld. Vind je deze video zo leuk? Van deze video een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. Dan gaan we beginnen met de video. Bam, bam, bam. Echt, soms dan leg je het uit en dan denk je echt, waar zit al dat geld in? Maar goed, we gaan het bekijken. Gisteren hebben we dus fajitas op. Vanavond eten we pangasiusfilet met aardappelkroketjes en worteltjes. En dat pangasiusfilet zelf zit nog in mijn vriezer. Dus die kunnen we dan eten. We eten morgen knieltjes. Nee, we eten morgen macaroni. Niet dat het voor jullie heel veel uitmaakt. Macaroni, ik heb nog macaroni elleboogjes. Ik heb nog macaroni kruiden. Van Italiaanse kruiden. Dus doen die erbij. Dan wordt het iets zoutiger. Vind ik altijd fijn. En dan Italiaanse groenten. You get it. Eten we ook wel heel vaak eigenlijk. Vinden kinderen ook lekker. Dan eten we donderdag de vegetarische kaasschnitzels. Want die zijn echt super lekker. Met spergieboontjes en de knieltjes. Dan eten we vrijdag een boterham met bijvoorbeeld een hamburger of zo of een gebakken ei. Want dan heb ik avonddienst en Pascal ook. En er liggen nog 4 hamburgers in de vriezer die gebakken kunnen worden. Dus noem het maar op. Zaterdag heb ik ook een avonddienst. Maar de kroketten en de frikandellen waren ook op. Dus die kunnen we dan eventueel ook nog nemen. Dat ik bijvoorbeeld 's middags een boterham met kroket of zo al neem. Maar anders wordt het gewoon iets simpels, zoals een boterhammetje. En zondag hebben we niet mijn kinderen, maar wel Fleur en Mees. Die komen op zondagavond al voor de zomervakantie. Dus ik dacht, dan eten we shawarma. Ik weet, ik vind dat lekker en het is makkelijk. Pascal vindt dat lekker en het is makkelijk. En ik weet in ieder geval dat mijn kinderen van Pascal houden wel van de komkommer, de knoflooksaus en de broodjes. Dit is altijd een beetje een ander dingetje. Maar bij ons in huis is de regel. Eén hapje van het vlees, een broodje en komkommer. Dan zit je ook al vol. En ik wou eigenlijk gewoon iets makkelijks hebben voor die dag. Aangezien ik dan net, ik weet niet hoeveel diensten achter de rug hebben. Dus zo doen we dat een beetje. Misschien dat we het uiteindelijk omdraaien dat we zaterdag shawarma eten en zondag alsnog friet. Wie weet, wie weet. Dan naar de andere dingen van de boodschappen. We hebben roomboter. Dat gaat natuurlijk op ons brood. Flesje drinken voor Pascal mee naar zijn werk. Ja, ik moet zelf ook natuurlijk nog naar mijn werk. Dus misschien daarvoor. We hebben heel veel Christo Clear, want iedere keer grijpen we mis. Want 4 was niet genoeg, dus ik heb nu gewoon 2 keer 4 gedaan. Ook cola light. We hebben voor de kinderen taxi, die had ik vorige week besteld. 2 pakken zeker. En het laatste pakje is nog wat opgegaan. Kinderen vinden dit echt super lekker en het geeft wat afwisseling ten opzichte van de siroop. Dat was ook helemaal op. Echt, die kinderen hadden gewoon bijna geen drinken meer. En ik geef de afgelopen 2 dagen ook alleen maar pakjes mee naar school, omdat ik gewoon geen siroop meer had. Anyhow, we hebben ook nog brood voor die kinderen. We hebben kaas. Beleg heb ik eigenlijk nog wel genoeg in de vriezer liggen. Moet ik denk pas volgende week weer bestellen. Dan een enorme hoeveelheid koekjes. Ik kwam er namelijk van de week achter waarom mijn schoolkoekjes zo hard gaan. Namelijk Pascal neemt er gewoon standaard 2 per dag mee naar zijn werk. Dus hij neemt bijvoorbeeld hier een zakje van mee en hier een zakje van mee. Hier zit er trouwens geen losse zakjes in, maar hij neemt er dus hier gewoon een hand van mee en dan daar nog een zakje. Of hij neemt er zo één mee. En dat was dus nooit in mijn berekening. Mijn berekening had altijd 1 zakje per kind en dan 3 of 4 koekjes bij de boterham ofzo. Maar goed, dus nu voor vandaag, of nee, voor morgen en overmorgen en vrijdag. In het weekend vind ik het eigenlijk ook wel handig. Dit zijn natuurlijk losse koekjes. Deze kunnen ze nog meenemen. We hebben nog wel zwemlessen die gaan door in de zomervakantie. En ik verwacht zomaar dat we nog een paar dagen ook gewoon gezellig weggaan. Dan is het ook handig om gewoon wat in je tas te hebben zitten. Wanneer ze weer eens honger krijgen. Deze had ik vorige keer per ongeluk besteld. Maar die vonden de kinderen zo ontzettend lekker. Dat ze die nu weer wilden. Deze zijn in de koekjestrommel. Omdat het vrijdag een korte dag is.
Want dan zijn alle kinderen om 12 uur uit. Ik dacht, dan eten we lekker broodje en knakworst. Plus, het was 3 voor... Ik weet niet hoeveel het was. Dus ik dacht, het is altijd handig om de vakantie erbij te hebben. Pakjes drinken voor naar school of onderweg. Noem het maar op. Frambozen, dat was een combinatie met de druiven. Dat was de aanbieding. En frambozen vinden ze allemaal lekker. Mandarijntjes, de druiven dan, was ook een aanbieding voor aardbeien. Hoewel ik wel vind dat het bakje erg leeg is. Het zijn karige bakjes. Dan, omdat je dan gratis bezorgkosten hebt. Cornetto's, heel vervelend. Komt vast wel op. En ik weet niet of het echt heel mooi weer gaat worden. Maar ik geloof niet dat het voor kinderen uitmaakt om ijsjes te kunnen eten. En tomatenkuppensoepjes. Vind ik zelf van mijn werk heel erg lekker. En ik heb natuurlijk van de week 5 diensten in 2 dagen tijd of zo. Dus dan is het wel heel fijn als je gewoon kuppensoepje kan meenemen. Gewoon een opwikkertje. Dus ik dacht, ik doe een groot pak. Want na mijn 2 weken zomervakantie heb ik 3 weken volledig werk. Dus die komt wel op. Misschien dat ik dan nog iets moet bestellen. En dit waren de... Nee, niet helemaal gratis dingen. Deze was gratis. De ginger beer. Ben ik wel benieuwd naar. En deze zat er gratis bij. De goji berry lime van Coca-Cola. En dit was denk ik een foutje van de Jumbo. Ik had namelijk 3 zakjes Dentastix Jumbo merk besteld. En ik heb het ook nagekeken op mijn bonnetje. Ik heb inderdaad gewoon de Jumbo variant besteld. Dus dit, ik heb voor €3,80 Dentastix gekocht. En ik heb nu 3 grote boxen van Pedigree. Dus ik moet eventjes naar de klantenservice mailen van, goh, wat is hier gebeurd. Niet dat ik denk dat Boris deze niet lekker vindt, maar dit is toch wel een beetje overdreven. Het zijn 28 sticks. Dus dat keer 3. Oké. Okay. Dat was het dus voor alle boodschappen. Zoals gezegd, het was een heleboel. Op een manier ben ik soms voor avondeten gewoon een stuk minder kwijt. Omdat ik in het begin van de coronacrisis best wel veel voorraad heb gekocht. Qua boontjes en qua dingetjes en zo. Dus ik heb niet zo heel erg veel nodig. Dat drinken hebben we nu gewoon heel veel nodig. Ik merk ook dat alle kinderen steeds meer gaan drinken. Dat ik echt denk, ik heb maar 3 koppen. Je drinkt deze gewoon weer zo achterover. Is natuurlijk alleen maar helemaal goed. Dus anywho, dat dus. Ja, en de Dentastix, ja, even kijken wat we daarmee gaan doen. Of ik die eventjes naar de klantenservice of zo, maar want dit is toch wel een heel stuk duurder als de €3,80 die ik in instantie had besteld. Maar goed, dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, dan deze video een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan wens ik jullie nog een fijn weekend. Tot de volgende keer. Doei doei!